Yes. Zo, hoe was het laatste uur van de wedstrijd? Laatste uur? Ja, van de tribune gekeken. Ja, dat was niet leuk natuurlijk. Nee, nou ja, laten we gewoon maar beginnen met het feit waarom je hier staat. Na 30 minuten, wat gebeurde er? Ja, rode kaart. Ik denk, voor mij was het een ingooi van de zijkant. Ik draai weg en ik ben in een soort duel en ik glij voor mij uit en ik raak per ongeluk de jongen. Ja, voor mij, naar mijn idee, totaal onterecht. Ja, want als het goed is zouden we hem hier moeten zien. Nou ja, hier zien we hem inderdaad. Ja, kijk maar even mee en doe vooral je commentaar. Ik neem hem aan. Ja, ik glij weg. Ik kan mijn been niet meer... Als ik het zo zie, kan ik mijn been niet meer goed neerzetten. Dus ik zie het nu goed, inderdaad. Ja, ik glij weg en ik ben 90 kilo. Ik kan mijn been niet meer neerzetten. Maar, zwaar onterecht, naar mijn mening. Ja, want dat is inderdaad waar je dan een beetje over twijfelt als je je beelden terugziet. Je zegt het zelf al, 90 kilo, je kan misschien niet zo snel dan meer afwenden of iets. Want dat is ook, als je het zo ziet, lijkt het wel of je er gewoon op gaat staan natuurlijk. Ja, maar dat is, zeg ik, glad veld, 90 kilo neem ik mee. Volgens mij komt die jongen zelf gestrekt in, maar ik vind het zwaar onterecht. Nul intentie ook, zeg maar de wedstrijd er niet naar en... Ja, die scheids geeft hem zomaar. En zo resoluut, hè? Ja, ik kwam gelijk aan en kijk dat de bank van Rijnsburg opspringt. Dat begrijp ik nog wel. Het is een wedstrijd, te willen winnen. En was misschien een beetje overdreven, maar dat begrijp ik wel. Maar wat is het dan met jou en rode kaarten? Want dit is je derde in 9 wedstrijden. Dat is toch ongelooflijk veel? Dat is inderdaad ongelooflijk veel, maar dat zeg ik, vandaag had absoluut geen rood mogen zijn. Ik hoop dat de scheidsrechter het zelf terug gaat kijken en dat hij het wel inziet. Heb je een naam tegen? Ja, die heb ik sowieso tegen, ja. Ja. Want, hoe merk je dat? Merk je het vaker? Heb je het vandaag nog gemerkt? Dat voel je gewoon en dat ligt misschien ook aan mezelf. Maar vandaag echt, hij heeft de wedstrijd kapot gemaakt, naar mijn idee. Ik vond hem sowieso, heel slecht fluiten, maar dit moment beoordeelt hij niet goed, denk ik. En dan kan je weer een wedstrijdje toekijken, hè? Voor de winterstop niet meer in actie, denk ik. Nou, ik mag hopen dat de beelden in ieder geval gaan uitwijzen dat ik in ieder geval geen schorsing krijg. Ik moet even kijken hoe dat gaat lopen. Dankjewel, goed dat je hier stond. Merci.